Meneer de voorzitter, het is de eerste keer dat ik hier sta. Het is een voorrecht. Ik werkte ooit bij een ander parlement, in de staf van een Amerikaanse senator in Washington DC. En hij gaf me één ding mee. Caspar, je kunt een mooie carrière maken, maar ooit komt er een moment dat je ze zal willen en moeten inzetten voor de publieke zaak van je land. The notion of public service. Nou, dat heb ik in mijn oren geknoopt en hier sta ik nu. En wat ik wil inzetten in dit parlement, in mijn Nederland, is mijn internationale ervaring van Washington tot Warschau. En de gedrevenheid die ik heb, gedreven door nieuwsgierigheid, die ik graag dienstbaar wil maken aan de publieke zaak. Mijn loopbaan speelde zich vaak af op breuklijnen van Europese samenwerking. De euro, migratie, rechtsstaat, als ook aan de grenzen van de EU en in de ring rond Europa. Zo werkte ik in de jaren 90 in Polen, een land dat het communistische juk had afgeschud en bij de EU en de NAVO wilde komen. De transitie die het onderging vanwege die horizon was indrukwekkend. Maar voorzitter, ik heb toen ook al geleerd dat zo'n transitie niet per se in een rechte opgaande lijn verloopt. Economisch groeide het als kool, maar op het gebied van rechtsstaat en rechten, denk bijvoorbeeld aan LHBT en andere rechten, hebben we afgelopen jaren de uitdagingen daar wel gezien. Ook leerde ik dat hervormingen vooral tot stand komen voorafgaand aan EU-toetreding en niet erna. Voorzitter, het is een belangrijk thema, uitbreiding van de EU. En de fractie van Nieuw Sociaal Contract ziet de geopolitieke dimensie van dat uitbreidingsproces zeker. Maar we zien ook andere dimensies, zoals de rechtsstaat. We achten uitbreiding op termijn mogelijk, maar willen geen concessies doen aan de toepassing van de Kopenhagen-criteria. Oekraïne is op 7 deelterreinen tegen het licht gehouden. Het interessante is dat het eerste daarvan het Constitutioneel Hof betrof, overigens. We constateren dat op dergelijke terreinen voortgang is geboekt, hoewel vervolgstappen nog moeten worden vastgeklonken. Toetreding zal vele jaren vergen. Er zijn nog stevige hervormingen nodig, zoals ten aanzien van corruptiebestrijding. Dat thema wordt door Oekraïners zelf vaak een tweede frontlijn genoemd. Ook systematische aanpak van oligarchische praktijken blijft nodig. En veel meer. Vanuit de NSC-fractie kunnen we meegaan in de stap van openen van toetredingsonderhandelingen. Dat kunnen wat ons betreft pas daadwerkelijk van start gaan nadat unaniem een onderhandelingsraamwerk zal zijn vastgesteld op grond van de extra stappen die de Europese Commissie identificeert. Kan de premier mij op dit punt geruststellen? Soortgelijks zien we bij Moldavië. Ieder land in het uitbreidingsproces moet op eigen merites worden beoordeeld. Ik zou graag van de premier willen vernemen hoe hij denkt dat het beste te waarborgen. Geen koppelverkopen graag. Diverse landen met toetredingsperspectief verkeren in conflict en hebben zelfs buitenlandse troepen op hun grondgebied. Mijn vraag is hoe dit relateert aan artikel 42.7 van het EU-verdrag, de wederzijdse bijstandsclausule. Wat betekent dit voor de toekomst? Voorzitter, mijn fractie vindt dat Nederland en Oekraïne actief steun moet bieden in oorlog en wederopbouw. Een meer structurele Europese Oekraïne-faciliteit kunnen wij daarom steunen. Dit ondanks aarzeling over de vorm van financiering van de faciliteit. Had ook bilateraal vanuit lidstaten kunnen worden gebundeld, 27 of 26. Maar het de algehele tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader betreft kunnen we niet steunen. Voorstellen moeten worden opgevangen onder de bestaande plafonds met betere prioriteitsstelling en efficiëntiestappen. Dit moet daarom terug naar de tekentafel. Kan de premier toezeggen zich daarvoor in te zetten? Voorzitter, uitbreiding van de EU lokt de vraag uit hoe de EU daarvoor gereed te maken. En dit daalt al komend jaar neer op de Europese agenda, ook op institutioneel gebied. Mijn vraag aan de premier is hoe te waarborgen dat dit een proces wordt dat door de lidstaten wordt beheerst, met de commissie graag slechts in een dienende rol. Het Europees Parlement nam onlangs een resolutie aan van onder andere de liberale vriend van de heer Rutte daar, de heer Verhofstadt, die een vergaande verdragswijziging voorstelt naar federalistische snit. Mijn fractie heeft daar geen behoefte aan. Ook migratie staat op de agenda van de Europese Raad. Ja, graag zien we de EU komen tot een effectief werkend asiel- en migratiepact. Maar als dat echt niet werkt, als we onvoldoende resultaat zien,
willen we dat bij een volgende verdragsherziening een opt-out op het gebied van asiel en migratie mogelijk wordt, net als Denemarken. Kan de premier mij toezeggen dat hij dat ook zo ziet? Voorzitter, het Midden-Oosten. Het leed van het huidige conflict gaat niet aan mij voorbij. Ik verzoek de premier, wanneer de Europese Raad aandacht besteedt aan dit leed, daarbij de gegijzelden niet te vergeten en het seksueel geweld jegens vrouwen dat door Hamas heeft plaatsgevonden te benoemen. In de Gazastrook vallen vreselijk veel slachtoffers. Te veel. De humanitaire situatie is nijpend. We zouden graag meer toegang zien voor humanitaire hulp. Via grensovergangen als Kerem Shalom of Rafah, vanuit zee of zelfs vanuit de lucht. En dat Europa een hoofdrol speelt in het waarborgen en leveren van humanitaire hulp. Dat kan via de EU, maar evengoed in een voorhoede van Europese landen. Kan dit bijvoorbeeld via het European Intervention Initiative, waar ook het VK Noorwegen deel van uitmaakt, is mijn vraag. Gisteren werd ik bezocht door een Israëlische vredesactivist. Hij had ondanks alles nog een sprankje hoop op een betere toekomst. En ook de premier sprak bij de herdenking hier in de Tweede Kamer na de verschrikkingen van 7 oktober over zo'n sprankje hoop. Ik verzoek hem dat vast te houden, opdat Nederland kan helpen een weg te vinden die uiteindelijk tot vrede leidt. Voorzitter, tot slot. Toen ik nog in Washington of Warschau werkte, had ik niet verwacht zelf ooit hier te staan. Het is bijzonder hier te mogen zijn, met een grote verantwoordelijkheid in het hart van de Nederlandse democratie, in een land dat ook internationaal en Europees, Europees staat voor de waarden van democratie en rechtsstaat. Dank u wel. Gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd met uw medespeech. En uw rijke internationale ervaring komt goed van pas in uw woordvoerderschap. Maar u heeft nog niet benoemd dat u ook kind aan huis was in dit gebouw. Toen er nog een ministerie was. En dat zou fijn zijn voor al uw collega's die soms nog de weg moeten zoeken. Dus ik schors weer voor een paar minuten de vergadering om u te feliciteren. Gaat u staan.